part of Isaiah chapter 10 and the first part of chapter 11. De sessie van vanavond zal gaan over het laatste stuk van hoofdstuk 10 en het eerste deel van hoofdstuk 11 van Jesaja. As we've discussed many times, we aim to do roughly a chapter each session, but sometimes the breaks between one chapter and the next aren't really so helpful or meaningful, so it helps for us to make the breaks a little bit differently. En soms proberen we natuurlijk wel een heel hoofdstuk en een sessie te doen, maar door alle hoofdstukindelingen en het verschil daarin maakt het dan toch altijd wel een beetje lastig en is het toch beter om daar stil bij te staan. Of course, it's important for us to remember, Isaiah did not divide up his words into chapters at all. The division into chapters is a very recent one. En het is natuurlijk waar dat ook het boek Jesaja is aan één stuk geschreven. En pas van latere tijden zijn de hoofdstukken zoals wij die kennen in onze Bijbel zo ontstaan en weergegeven. And here in particular, conjoining the beginning of chapter 11 with the end of chapter 10 is really crucial for us to understand what's going on. En ook hier, het einde van hoofdstuk 10 en het begin van hoofdstuk 11 en die overgave daarin, daar zit toch eigenlijk wel heel veel wetenswaardigheden in die cruciaal zijn om te weten, ook voor ons. In particular because of the following point I want to stress with you. En speciaal het volgende punt wat Rabbi Chaim nu met ons gaat delen, is belangrijk. Now we're going to return to the last part of chapter 10 in a couple of moments. We gaan zo meteen kijken naar het laatste stuk van hoofdstuk 10. But as you already may recall from our previous discussion of chapter 10, chapter 10 tells us about the destruction of the Assyrian Empire. It concludes with powerful words that describe that destruction of Assyria. En zoals we weten van vorige sessies, wordt in hoofdstuk 10 vooral beschreven de vernietiging van Assyrië. Dat het helemaal vernietigd zal worden op een bepaalde tijd. Then comes the beginning of chapter 11. En dan komt opeens het begin van hoofdstuk 11. And the beginning of chapter 11, I think unquestionably one of the most famous prophecies in Isaiah. En hoofdstuk 11 is een van de bekendste profetieën van het hele boek Jesaja. It begins with, there shall go forth a shoot out of the stock of Jesse, and a twig shall go forth out of his roots. We lezen vers 1. En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. And the truth is that if you were to ask me to share with you a passage that talks about the coming of the Messiah. En dit is heel belangrijk, want deze passage gaat natuurlijk over de Messias die zou komen. There are obviously many passages in the Bible that we could cite, but I would say this is probably one of, maybe the first on the list of prophecies about the Messiah. En dit is eigenlijk misschien wel de belangrijkste ook, die op de eerste plek hoort te staan, over de belofte van de Messias. But is it? Maar is dat ook zo? Again, this is what comes immediately after we read of the destruction of the Assyrian Empire. Want, we hebben natuurlijk in ons achterhoofd te houden, dit komt natuurlijk gelijk na de vernietiging van het Assyrische Rijk. When we read, there shall go forth a shoot out of the stock of Jesse, and a twig shall grow forth out of his roots. This is referring to someone who lived at the time of the destruction of the Assyrian Empire. Maar dat lijkt erop in de context, als je dan het eerste vers van hoofdstuk 11 leest, dat er een rijsje zal voorkomen uit de tronk van Isaï, dan lijkt het erop of diegene ook dan zal leven wanneer het Assyrische Rijk ineen zal storten. Because this is all one prophecy. It's telling us about what's happening. The Assyrian Empire is being destroyed, and this shoot goes out of the stock of Jesse, this king from the house of David. Want
wij hebben natuurlijk de hoofdstukken, maar die waren er toen niet. Je hebt de beschrijving van het Assyrische Rijk wat vernietigd wordt. En opeens ook inderdaad het reisje dat zal voorkomen uit de tronk van Isaï. As we've noted on many occasions, in order to understand the message of the prophets, we need first to understand what they are saying in the circumstances in which they said those words to the people of the time. En wat wij al eerder hebben genoemd ook, we zullen bij de profeten altijd in gedachten moeten houden hoe ze het hebben gezegd, wat hebben ze gezegd in de tijd waarin ze leefden en tegen wie. So does it say anything to us? Dus zegt het dan ook iets tegen ons? Do these words pertain to the coming of the Messiah or not? Zijn deze woorden van belang die wijzen naar de komst van de Messias? As we've noted, in our tradition, any prophecy that is recorded in the Bible is there because it is timeless. It has a message for all generations. En zoals we wel weten, is natuurlijk het woord van God voor alle generaties. Daarom is het natuurlijk ook opgeschreven en overgeleverd. Dus het is tijdloos. What's the message here for us? En wat is dan de boodschap voor ons hier? I'd like to share with you briefly something that we discussed at much greater length in the Ask the Rabbis question and answer sessions, in particular sessions 18 and 19. Rabbi Chaim wil iets met ons delen wat ook behandeld is in het discussiesessie van vragen te rabbijnen. En dat wordt genoemd in sessie nummer 18 en 19. As we noted from later words of the prophet Isaiah from chapter 55. En we gaan kijken naar Jesaja hoofdstuk 55. In verse 8, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says God. Daar lezen we in vers 8, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. In verse 10, for as the rain comes down and the snow from heaven and returns not there except that it gives water to the earth and makes it bring forth and bud and gives seed to the sower and bread to the eater. Vers 10. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. So shall my word that goes forth out of my mouth, it shall not return to me empty-handed, except it accomplish that which I desire and make the thing whereto I sent it prosper. Vers 11. Also zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. So the word of God never goes back empty-handed. Dus het woord van God zal nooit ledig terugkeren. It always must be fulfilled. Het doet altijd en het moet altijd vervuld zijn. Now let's consider a couple of passages from the prophets of the Second Temple. Dan gaan we een paar gedachtegangen lezen van de profeten die leefden in de Tweede Tempelperiode. The prophet Haggai. We gaan kijken naar de profeet Haggai. Haggai. In chapter 2 tells us. En dan Haggai hoofdstuk 2. In verse 6. Yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. En dan lezen we in vers 6, en dan moet ik even kijken, want volgens mij is het bij ons vers 7. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. And I will shake all the nations, and the choicest things of all nations shall come, and I will fill this house, second temple, with glory, says the God of hosts. En lezen we in vers 8. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der Heerscharen. Verse 9.
The glory of this latter house shall be greater than that of the former, says the God of hosts. And in this place, I will give peace, says the God of hosts. En dat lezen wij in vers 10. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heere der Heerscharen. Op deze plaats zal ik het heil geven uit het woord van de Heere der Heerscharen. It didn't happen. Maar het is niet gebeurd. The second temple, certainly in the time of Haggai, was a very pale shadow of the greatness of the first temple. En dat is toen niet gebeurd. En ten tijde van de profeet Haggai en de tweede tempel, daar was niet zo'n heerlijkheid en zo'n, ja, het was een schaduw maar van de eerste tempel in feite. Dat was een prachtige tempel en de tweede tempel, ja, deed daar erg voor onder. Even more blatantly in the second chapter of Zechariah, another prophet of the same time as Haggai. En we gaan kijken naar de profeet Zachariah, hoofdstuk 2. Hij leefde in dezelfde tijd als Haggai. In my Bible, it's chapter 2, verse 14. In some Bibles, it is chapter 2, verse 10 or 11. Yes, it is. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for I come, and I will dwell in the midst of you, says God. En wij lezen dat inderdaad in Zachariah hoofdstuk 2 vers 10. Jubel en verheugt u, gij dochter van Sion, want zie, ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren. I come and I will dwell in the midst of you. The restoration of God's presence in the holy temple. Dus ik kom en ik zal in uw midden wonen. Dat is de restauratie, zeg maar, dat God inderdaad weer in het tempel zal zijn. Zijn heerlijkheid zal daar te aanschouwen zijn. Likewise in the next verse. I will dwell in the midst of you. En dat staat ook in het volgende vers. Dat hij in het midden van zijn volk zal wonen. It didn't happen. En het is niet gebeurd. Why didn't it happen? This, as we've noted, is a very embarrassing subject for me. En waarom het niet is gebeurd, we hebben dat eerder ook alles behandeld en het is een erg beschamend hoofdstuk, ook voor Rabbi Chaim persoonlijk. Because when God summoned Israel to return after the Babylonian exile, most of Israel chose to remain in exile. Want zoals we weten ook van de schriften, toen God het volk opdroeg om vanuit Babel terug te keren naar het land Israël, bleven en verkozen heel veel Israëlieten om in het Babel te blijven. Maar een rest keerde daadwerkelijk terug. God's ready to return to pour out his spirit. But if we're not prepared to receive his spirit because we don't return, then God's spirit ends up a puddle on the floor because we don't have the vessels ready. En net zoals het is, God die staat klaar om ons met zijn Heilige Geest te besprenkelen, zeg maar, en te zegenen. Maar als wij niet ons bekeren, of als wij niet klaarstaan om Gods zegeningen en Gods Geest te ons willen ontvangen, dan zal de Geest, of dan zullen zijn zegeningen naar de aarde toe afglijden. So what happens to the promises? Maar wat is er dan gebeurd met de beloften? God's word never goes back empty-handed. Want Gods woord gaat nooit ledig terugkeren. And of course the answer must be. It's not going to go back empty-handed. It will be fulfilled. It hasn't been fulfilled yet. En omdat Gods woord nooit ledig zal terugkeren, kunnen we daaruit concluderen, zeg maar, dat het nog niet gebeurd is, maar dat het een belofte is die wel gebeuren zal. That prophecy about what happens after the destruction of Assyria. Dus dan gaan we kijken, wat gebeurt er als Assyrië is vernietigd? That could have been, should have been, might have been the complete fulfillment of the messianic promises then. Dus als Assyrië toen is verwoest,
dan was eigenlijk alles gereed, zeg maar, om de Messias ook daadwerkelijk voor te laten komen. It didn't happen. Maar het is niet gebeurd. It will happen. Maar het gaat wel gebeuren. So, is Isaiah speaking of the king who reigns over Judah at the time of the destruction of the Assyrian army, King Hezekiah, King Chizkiyahu, or is he speaking of the coming of the Messiah? Dus over wie heeft Jesaja hier het precies? Heeft hij het over de koning die gaat komen, de koning van Juda, in dat geval is het Hiskia, of heeft hij het over de Messias die zou komen? Our answer of course is yes. En zijn antwoord hierop is ja. These are words that were directed first and foremost to the prophet's contemporaries, to Israel and the king of Judah, Hezekiah. Dus deze woorden waren vooral gericht en van toepassing, vooral tot het volk Israël en ook zeker op de koning Hezekiah. They were partly fulfilled then, they will be fully fulfilled in the coming of the Messiah. Ze zijn gedeeltelijk vervuld toen en ze zullen volledig vervuld worden als de Messias komt. So we state this at the outset because again I'm going to stress, the only way we can understand what the prophet is telling us is by understanding what the prophet is saying in his time, in his circumstances. We gaan nu kijken inderdaad wat, en daar moeten wij ons ook op focussen om deze tekst goed te verstaan. Wat heeft hij precies gezegd, in welke tijd, tegen wie en onder welke omstandigheden? But through understanding what the prophet is saying, we then need, of course, to ask the question, what is the prophet saying to us? En ook moeten we, en daar beginnen we eigenlijk mee, wat wil de profeet ons ook duidelijk maken? Because prophecies that wouldn't have been saying anything to us are not in the Bible. Maar profetieën die niet van ons op ons toepasbaar zijn, die zijn eigenlijk helemaal niet in de Bijbel. Okay, so with that as background, because I think it's a very important key for us to always bear in mind, let's now commence from where we were in our study of Isaiah in chapter 10, verse 20. En dat moeten we dus inderdaad in ons achterhoofd houden. Ook voor ons dus is het toepasbaar. Gaan we nu verder met onze studie van Jesaja 10 en 11. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and they that are escaped of the house of Jacob shall no more lean upon him who smote them, but shall lean upon God, the Holy One of Israel, in truth. We lezen in Jesaja 10, vers 20. En het zal ten dien dagen geschieden dat de rest van Israël en wat van Jacobs huis ontkomen is, niet langer zal steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Heere, de Heilige Israëls. Why the emphasis of in truth? Waarom de opmerking in waarheid? Because one could also lean upon God not in truth. Omdat wij ook op God kunnen leunen, maar niet in waarheid. In Isaiah chapter 29, verses 13 and 14, we read. We kijken naar Jesaja 29, 13 en 14. God said, for as much as this people draw near. Oh, they're coming near to God. That's what it says. With their mouth and with their lips do honor me. Well, they're honoring me, right? Yeah, but only with their mouth and their lips, but have removed their heart far from me, and their fear of me is a commandment of men learned by rote, not sincere. En we lezen daar in vers 13 van hoofdstuk 29. En de Heere zeide, opdat dit volk mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het hart ver van mij houdt en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is. Therefore, behold, I will add confounding obscurity to this people, even obscurity upon obscurity,
and the wisdom of their wise men shall be lost, and the understanding of their understanding men shall be hid. Daarom zie, ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijzen zal teniet gaan, en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. And we wonder, why all the punishment? After all, weren't they drawing near to God? En dan denken wij, waarom worden ze dan zo zwaar gestraft? Want ze naderen toch de Heere God. When they draw near insincerely, only with their mouth and their lips and their heart is far away. That's the worst thing. Maar dat is juist inderdaad het erge hiervan, want ze uiterlijk hebben ze een schijn van God dienen. Met de lippen eren ze hem, maar het hart is zo ver van hun, van hem vandaan. Dat is eigenlijk zo een vreselijk iets ten opzichte van de Heere God. Daarom worden ze gestraft. We have an ancient saying in our tradition. God demands the heart. We hebben een overlevering in onze traditie dat God het hart bestiert. It doesn't mean that God only demands the heart and we can do whatever we please, but that it's not enough to do what God commands. We also need to put our heart in it. En dus het wil ook zeggen inderdaad dat wij een vrij hart hebben en God kunnen naderen. Maar God toetst ons hart natuurlijk. En het is zichtbaar voor hem. En het is puur en open voor hem. Dus we kunnen hem niet bedriegen. It has to be in truth, sincerely. Het heeft dus, als je God wil dienen, moet het dus echt oprecht zijn en in waarheid. We return to our passage in Isaiah chapter 10. We gaan terug naar hoofdstuk 10 en 11 waar wij net van gelezen hebben. That is after emphasizing that they have now returned and are leaning upon God in truth. We hebben net genoemd dus hoe belangrijk het is dat de Heere God in waarheid gediend wil worden. Maar hier dus ook de belofte dat er straks dus een tijd zal zijn, of toen misschien ook wel, dat zij hem in waarheid hebben gediend. In verse 21, a remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto God the Mighty. Vers 21, een rest zal zich bekeren, de rest van Jacob, tot de sterke God. A remnant shall return, in Hebrew, Sha'ar Yashuv. En in Hebrew, in het Hebreeuws, is dat Sha'ar Yashuv. We dat find een restant, zeg maar. Right. We find the same expression exactly in verse 22 as well. A remnant of them shall return, Sha'ar Yashuv. En dat zie je dus twee keer in hoofdstuk, of in vers 21 staan, Sha'ar Yashuv. And again in verse 21, they return to God Almighty, the God the Mighty, which in Hebrew is El El Gibor. En dan zien we op het einde van 21 staan, ze zullen zich te bekeren tot de sterke God. En in het Hebreeuws is dat El Gibor. These expressions, Sha'ar Yashuv and El Gibor, we've already seen in Isaiah. En deze twee uitdrukkingen, Sha'ar Yashuv, maar ook El Gibor, zijn wij al tegengekomen in Jesaja. Remember the children in Isaiah chapter 7, verse 3. This was years earlier, because this was in the reign of Ahaz, father of Hezekiah, and the attack of the Assyrians was relatively late in King Hezekiah's reign. That God said to Isaiah, go forth now to meet Ahaz, you, and Sha'ar Yashuv, your son. En het eerste keer wat wij daarin, dat wij dit tegenkomen, in Jesaja 7, vers 3, toen zeiden de Heere tot Jesaja, ga tot Ahaz tegemoet, gij en uw zoon, Sha'ar Yashuv. En in chapter 9, verse 5, when we read about the king who will preside in the time of Isaiah over the nation, a child is born unto us, a son
is given unto us, and the government is placed upon his shoulder, and his name is called Pele Yoetz El Gibor Avi Ad Sar Shalom. En de tweede keer wat wij dan ook tegenkomen, El Gibor, dat komen we tegen in Jesaja hoofdstuk 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, een heel bekend vers. Maar dan zie je dus ook in de tekst die Rabbi Chaim op het scherm heeft staan, El Gibor, Mighty God, Prince of Peace. En dan staat het inderdaad ook in het Hebreeuws. Right, that is El Gibor, Mighty God, could be that the name of the child is Wondrous Advisor of the Mighty God, or alternatively, that the Wondrous Advisor, the Mighty God, the Everlasting Father, called his name, called this child's name, the Prince of Peace. Mm. Dus je kan het ook zo lezen, inderdaad. De wonderbare raadsheer, die wordt dan genoemd, lijkt het, hè? Die zegt het tot de Almachtige God. En even verder, dan kun je het ook vertalen als de Almachtige God, de Eeuwige Vader, die heeft een naam en die zegt dan de Prins of Vrede, Vredevorst. Zo staat het bij ons. We should recall that in the context of chapter 9, likewise, this is clearly a child being born in the time of the prophet who is going to be a herald of the salvation of Judah from its enemies, in particular from Assyria. En als we dat lezen ook in de context en in de tijd waarin dit gebeurt, is er dus sprake over iemand die zal voortkomen met deze namen. Een kind zal geboren worden, die zal opstaan ook tegen het Assyrische Rijk en daar een grote rol, een held zal zijn in die strijd. Can it be hinting at an additional level of meaning at the coming of the Messiah? Kan dit vers dan ook duiden op de komst van de Messias? Yes, it can, because the promises were not all fulfilled in the time of Isaiah. En natuurlijk, deze tekst kan ook zeker van toepassing zijn op de Messias, want deze tekst is niet volledig vervuld toen de tijd. But that's not the basic meaning of the text, which is talking in the time of Isaiah. Maar de basis van deze tekst moet je zien in de tijd van Jesaja. As we saw in Isaiah chapter 8, verse 18, behold, I and the children whom God has given me shall be for signs and portents, tokens in Israel, from the God of hosts who dwells in Mount Zion. That is, the names of the children are there to teach lessons. Dan zien we in Jesaja 8 vers 18, zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnenbeelden onder Israël vanwege de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Dus Jesaja zegt ook zelf, de kinderen die van mij zijn geboren, gebruikt God door de namen en ook door hoe ze zijn als een zinnenbeeld, als een beeld onder Israël. Sha'al Yashuv explicitly in Isaiah chapter 7 verse 3 is Isaiah's son. Want Sha'ar Yashuv, lazen we net in Jesaja 7, dat het inderdaad de zoon van Jesaja is. In chapter 9, a child is born unto us doesn't necessarily mean to the prophet himself, and if anything, the name seems to be an allusion to the king who is presiding over Judah at the time of the salvation from Assyria, King Hezekiah, Chizkiyahu. Want het kind wat beschreven wordt in Jesaja 9 hoeft niet dus inderdaad over zijn eigen kind te gaan, maar het kan ook duiden op de koning die gaat komen, en dat is dan koning Hezekiah. El Gibor, what does it mean in English? Mighty God, or God the Mighty. En hoe wordt El Gibor bij ons vertaald? Dat is machtige God, of bij ons in de tekst staat, bij mij in de tekst staat, sterke God. Hezekiah, Chizkiyahu in Hebrew. What does that mean? It means strength of God. Almost the same thing, exactly. En wat betekent de naam Hezekiah in het Hebreeuws, maar hoe is dat vertaald? Wat is zijn echte
naam betekenis, dat betekent sterke God. Why are we emphasizing this? Waarom benoemen we dit allemaal? Because this is all part of God's plan unfolding through the words of the prophet, through his children, through everything that's taking place. It's all part of God's plan that is being brought to fulfillment. Waarom noemen we dit? Omdat dit juist van allemaal van betekenis is en beschrijft van Gods plan voor zijn volk, voor de wereld. En stap voor stap wordt het ons ook duidelijk. Sha'ar Yashuv was going with the prophet years, maybe decades earlier. But it's all part of the same plan. Want zo is Sha'ar Yashuv wordt genoemd, kind ook van Jesaja dus, maar het is een onderdeel van het heilsplan van God, toen en nu. What is that plan? Maar wat is het plan? In verse 22, the text can be understood on two different levels, two very different levels, and the Hebrew accords with both of them. One is, after, in verse 21, a remnant shall return to God the Mighty. After that. Ja, we kunnen dus zien inderdaad, dus in vers 21 staat dus een rest, Sha'ar Yashuv, zal dus terugkeren naar de Heere God. En we zijn nu weer in hoofdstuk 10 beland. In verse 22, for though your people, O Israel, be as the sand of the sea, only a remnant of them shall return, and extermination is determined, overflowing with righteousness, because all of the wicked will perish. Whether in Israel or Assyria or anywhere else. We lezen vers 22. Want al waren uw volk, o Israël, als het zand ter zee, een rest daaronder zal zich bekeren. Verdelging is vastbesloten, overvloeiende van gerechtigheid. En die verdelging betreft dan niet alleen de ongelovigen in Israël, maar ook in Syrië en verder. That's a very scary way of reading the verse. There's another way of reading it, which is, for if your people Israel be as the sand of the sea, the remnant of them that shall return will wash away with righteousness the decreed destruction. Maar er is ook nog een andere vertaling van dit vers. Ik zal proberen het goed uit te leggen. Dan wordt dus de nadruk gelegd juist op het restant wat zal terugkeren. En dat wordt eigenlijk weggewassen. Because there is an extermination. And yet that extermination will indeed be the devastation, the destruction decreed not upon Israel, but upon Assyria. Want er zal inderdaad een vernietiging plaatsvinden. Maar die vernietiging zal dus niet plaatsvinden over Israël, maar inderdaad over Assyrië. In verse 23, an extermination wholly determined shall God, the God of hosts, make in the midst of all the earth. Vers 23, ja, een verdelging die vastbesloten is, voltrekt de Heere der Heerscharen, in het midden van de ganse aarde. And now the prophet turns in God's name to not your people, my people, says God, about Israel. My people. En daarom lijkt er nu net even een focus, er wordt even een verschil aangemaakt, want we lezen nu verder in vers 24 en dan heeft de Heere God het over mijn volk. My people who dwells in Zion, be not afraid of Assyria, though he smites you with the rod and lifts up his staff against you after the manner, in the way of Egypt. Vers 24, daarom zegt de Heere der Heerscharen, vrees niet, o mijn volk, dat in Sion woont, voor de Assyriërs, wanneer zij met de stok slaan en hun staf tegen u opheffen, zoals Egypte deed. He's smiting, but don't be afraid, because, verse 25, for yet a very little while, and the indignation will be over, and my anger will be to their destruction, Assyria's destruction, because of Assyria's blasphemy.
Dus ze hoeven niet bang te zijn voor de Assyriërs en ook niet wat, wat hij, hè, die zullen ze er inderdaad nog wel een zware tijd hebben, maar ze hoeven niet bang te zijn, want, vers 25, nog een korte wijl, dan is de gramschap ter einde en mijn toorn richt zich op hun vernietiging. Verse 26, and the God of hosts will rouse against him a scourge, as in the smiting of Midian at the rock of Orev, and his staff was over the sea, so shall he carry him off in the manner of, in the way of Egypt. Ja, vers 26, dan zwaait de Heere der Heerscharen de gezel over hen, zoals Midian geslagen werd bij de rots Oreb, en hij zwaait zijn staf over de zee en heft die op, zoals in Egypte. So of course, we realize the irony here, that Assyria is lifting up his staff against you, Israel, and God will lift up his staff against Assyria, in the same manner, in the same way of Egypt. En zoals de Assyriërs inderdaad de stok zullen opheffen tegen het volk Israël, dat staat natuurlijk in geen vergelijking, want als de Heere zijn stok zal opheffen tegen Assyrië, ja, dan is het gauw gebeurd. But what was that staff over the sea, and furthermore, what was the slaughter of Midian at the rock of Oreb? Maar wat is inderdaad de staf die over de zee werd opgeheven, en wat er ook werd beschreven in vers 26, zoals Midian geslagen werd bij de rots Oreb? To recall Midian and the rock of Oreb, we have to turn to Judges chapter 7. En dan gaan we kijken om deze uitlegging, die vinden we dan in Richteren hoofdstuk 7. The battle of Gideon against Midian. En dat is de slag van Gideon tegen Midian. In chapter 7 verse 25, they took the two princes of Midian, Oreb and Zeev, and they slew Oreb at the rock of Oreb, and Zeev they slew at the winepress of Zeev, and pursued Midian. We lezen in vers 25, en zij namen twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeev. Oreb doden zij op de rots Oreb, en Zeev doden zij in de perskuif Zeev, en zij vervolgden Midian. Two enemies of Israel who received their just desserts. Twee vijanden van Israël die hier hun straf ondergaan. And in much the same vein, in Psalm 83, where we read about the battle of the nations that have come to fight against God by doing battle with his people here in the land. En wij zien het ook terugkomen in Psalm 83, waar wordt gesproken over volkeren die zullen optrekken tegen God. En die strijd zal dus ook in plaatsvinden in Israël. In Psalm 83, verse 10. Do unto them as unto Midian. Dan zie je staan, Psalm 83, vers 10. Doe hun als Midian. And in verse 12. Make their nobles like Oreb and Zeev, and like Zebach and Salmona, all their princes, princes of Midian. Maak hun, dat zien we dus staan in vers 12, maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeev, als Zebach en Saluma, al hun vorsten, als Midian. So, when we ask, who was Oreb, and moreover, to whom is Isaiah referring and speaking of the rock of Oreb and the smiting of Midian, it's all there in the book of Judges. Dus als we ons afvragen wie bedoelt hij daarmee en wat Jesaja hiermee bedoelt, lezen we dat rustig dus terug in het boek van Richteren. Just consider this took place hundreds of years before Isaiah. En het vond dus plaats honderden jaren voordat Jesaja leefde. Hundreds of years before his audience was born. Honderden jaren geleden voordat zijn toehoorders waren geboren. Can you imagine someone getting up and speaking to people nowadays about some obscure battle that took place hundreds of years ago and expecting that the audience would know what he's talking about? Kan je voorstellen dat iemand tot een volk spreekt of tot een gehoor spreekt, zeg maar, en heeft het over een veldslag eeuwen geleden,
dat zij dan zullen begrijpen over welke veldslag hij het heeft. But not only the prophet, but the people who are listening to him have a very keen sense of history. They know who Orev was and what happened at the Rock of Orev. They know the story. Maar zowel de profeet als ook de toehoorders op dat moment wisten heel erg goed, want ze waren heel erg gescherpt in hun eigen geschiedenis, zeg maar. Dus ze wisten precies wat de profeet Jesaja bedoelde met Oreb en wat er toen is gebeurd. And of course, even more explicitly, but even longer ago, what took place at the Red Sea, in the splitting of the sea, when God commands Moses in Exodus chapter 14, verse 16, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and cleave it. En natuurlijk wist dan ook precies de Israëlieten wat Jesaja bedoelde met de staf opheffen over de zee. Ook al was dat veel en veel langer geleden. Dat lezen we in Exodus 14 vers 16. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Dat zegt de Heere God tegen Mozes. That is the staff rod stretched out over the sea. Dus hier wordt inderdaad de staf geheven over de zee. And what does it lead to? En wat gebeurt er dan? Verse 17. And I, behold, I will strengthen the hearts of the Egyptians. And they shall come in after them. And I will be glorified through Pharaoh and through all his host and through his chariots and through his horsemen. Dan lezen we wat er dan gebeurde in vers 17. Maar zie, ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat zij hen achterna zullen trekken. En ik zal mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. And so Moses stretches his hand over the sea and God splits the sea. And afterward, in verse 26, God says unto Moses, stretch out your hand over the sea that the waters may come back upon the Egyptians and upon their chariots and upon their horsemen. En we lezen in vers 26, als Mozes de opdracht krijgt om opnieuw zijn hand te strekken, toen zei de Heer tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, opdat de wateren terugvloeien over de Egyptenaren. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to its strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it. And God overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Vers 27. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug in haar bedding. Terwijl de Egyptenaren haar tegemoet vluchten. Zo dreef de Heere de Egyptenaren midden in de zee. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen, even all the host of Pharaoh that came in after them into the sea. There remained not so much as one of them. Vers 28, de wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de gehele legermacht van Farao, die hen in de zee achterna getrokken waren. Er bleef van hen niet één over. So, the image of the staff over the sea, on the one hand, verse 29, the people of Israel walked upon dry land in the midst of the sea, and the waters were like a wall unto them on their right hand and on their left. Dus het beeld inderdaad van het staf over de zee brengen, zeg maar. Dat lezen we aan de ene kant natuurlijk het goede. En dat zien we ook in vers 29, dat de Israëlieten droog op het droge grond naar de andere zijde vertrokken. But of course, on the other hand, the enemies of God are utterly destroyed. Maar aan de andere kant is natuurlijk dat als de staf over de zee verschijnt, dat de vijanden van Israël genadeloos het einde vinden. Assyria thinks it is invincible and it will crash into its destruction. En hetzelfde zien we ook met Assyrië, terug naar Jesaja. Die denken ook dat ze onoverwinnelijk zijn, maar dat is niet waar. So of course the imagery. First the historical sense. A nation that is completely oriented to seeing God's hand in a long history. That on the one hand. And second, the message of those historical events, God's salvation of those who are worthy of salvation and the destruction of those who are worthy of destruction. Dus aan de ene kant zien we dus ook dat de Heere
grote dingen heeft gedaan in het volk Israël. Altijd. Dat wisten ze ook vanuit de geschiedenis. Hij heeft hen altijd gered. Hij heeft machtige daden gedaan in hun midden. En dat is aan de ene kant. Aan de andere kant wordt dat dus ook gebruikt tegen hun vijanden. En dat weten ze. Ze kunnen daar God op vertrouwen. In verse 27, we continue in Isaiah chapter 10. It shall come to pass in that day that his burden shall depart from off your shoulder and his yoke from off your neck. And the yoke will be destroyed by reason of fatness or oil. En we lezen dan in vers 27 van hoofdstuk 10 van Jesaja. En het zal ten dien dagen geschieden dat hun last van uw schouder afglijden zal. En hun juk van uw hals. Ja, het juk zal vernietigd worden op uw schouder. Yoke destroyed by reason of fatness. Well, on the one hand, you could imagine you putting the yoke upon the animal. And the fat or the oil makes the yoke just slide off. En dat zien wij niet terug in onze vertaling, maar in de Engelse vertaling komt dat naar voren, dat er inderdaad dus wordt genoemd iets met vettigheid of olie. En je kan je indenken dat als er olie of vettigheid op je hals ligt, dat het juk van je afglijdt. On a deeper level, we tend to think of the yoke, which is either metal or wood, as being the strongest thing that exerts its might over the animal. En aan de andere kant weten we natuurlijk dat een juk, als het van metaal is, dan is het iets heel zwaars, wat zwaar drukt op de schouder van het dier. Here the animal becomes bigger, fatter. It's not the yoke that exerts itself over the fat, it's the fat that breaks the yoke. It's not might that prevails here, it is rather God's blessing. Dus het is niet zo dat doordat het dier zich sterker wordt en dikker wordt, zeg maar, dat hij daarom de mogelijkheid heeft om het juk af te werken. Maar het beeld juist van die olie, dat het Gods zegeningen zijn en Gods ingrijpen, dat het juk van hun vijand van hen af wordt genomen of zal afglijden, zoals het in de grondtekst beter staat. And maybe on that plane, on a deeper level. The yoke is destroyed by reason of oil. Oil in the Bible is a symbol of light, is a symbol of the light of wisdom, the light of Torah. The dedication of that remnant that returns to God, that is faithful to God, that will vanquish all of the yokes, all the strength, all of the arrogance of Assyria. Dus dat is wel belangrijk en het is jammer dat het niet in mijn vertaling zo naar voren komt. Maar die olie die staat ook voor licht. En het licht wordt dan in verband gezien met de Torah. Dus Gods aanwezigheid, zijn woord, zijn zegeningen, zijn Torah. Dat allemaal maakt het dus mogelijk dat het juk af zal glijden. Door Gods toedoen en door de bekering van de rest van het volk. Is that arrogance that we see described so graphically in verses 28 to 32 that describe how Assyria is sweeping down through the cities of Judah on its way to destroying Jerusalem. En de arrogantie van Assyrië wordt in het vervolg van dit hoofdstuk heel erg beschreven. In vers 28 lezen we, ze overvallen uit hier, ze trekken door Midron, te Mikdas, legen zijn hun regentrossen, ze trekken door en door richting de hoofdstad. Beginning in verse 28. He has come to Ayat. He has passed through Migron. At Michmas, he lays up his baggage. Because there's a steep ascent and you can't take all the baggage with you. En nogmaals vers 28. Zij legerden zich in Ayat. Ze trekken door Migron. Te Mikbas legerden zij hun legertros. Want ja, ze waren zwaar beladen, dus daar laten ze wat achter. Many of these names, not all, we can still identify to this day, but we recognize this is the approach of Sennacherib and Sancheriv towards Jerusalem from the north. En ze maken dus, hè, die arrogantie maakt dat zij optrekken naar Jeruzalem. En deze namen die hier worden genoemd, kunnen ze nog steeds zijn herkenbaar, zeg maar. De meeste zijn herkenbaar in het landschap. En zo weten ze ook dat Assyrië kwam vanuit het noorden en zo optrok richting Jeruzalem.
They are gone over the pass. They have taken up their lodging at Gebad. Ramah trembles. Gibeah Joel is fled. Ze trekken de bergpas door. Geba zei ons nachtvitier. Rama siddert. Gibeah zal vlucht. And finally, culminating in verse 32, this very day shall he stand at Nob, which is within sight of Jerusalem, shaking his head at the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem. Dus dan zie je ook, als je dan vers 32 lezen we, nog heden stellen zij zich op te Not, dat is alweer dichter bij Jeruzalem. Ze zwaaien hun handen in de richting van de berg der dochter Sion, de heuvel van Jeruzalem. Dus ze zijn helemaal overtuigd van hun overwinning in al hun arrogantie. Shaking his hand in arrogance and derision. This is the city that I am going to conquer. Dus ze zijn helemaal overtuigd van hun eigen grootheid. Van, ze zijn arrogant daardoor ook. Ze zwaaien, ze kijken richting de stad die zij zullen gaan veroveren. In verse 33. Behold, the Lord, the God of hosts, shall lop the boughs with terror. Or with saw, the symbolism of the trees being cut down. And the high ones of stature shall be hewn down, and the lofty shall be humbled. En dan zie je staan in vers 33, zie de Heere der Scharen, houdt met vervaarlijke kracht de lovenkroon af, de rijzige stammen worden omgehouden, en de hoge geveld. This theme of the humbling of the wicked. Those who are arrogant, being brought low, is one we've seen already on more than one occasion in Isaiah. En hier dat inderdaad de sterken, de arroganten, de mensen die vol zijn van zichzelf worden vernederd, is een thema wat wij vaker voorzien en hebben behandeld in Jesaja. Just to excerpt briefly from chapter 2, verses 11 and 12, the lofty looks of man shall be humbled. And the haughtiness of men shall be bowed down, and God alone will be exalted in that day. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 2, vers 11. De verwaten ogen der mensen worden vernederd, en de trots der mannen wordt neergebogen. En de Heere alleen is ten dien dagen verheven. In verse 12. For the God of hosts has a day upon all that is proud and lofty, and upon all that is lifted up. And he shall become humble. Vers 12. Want er is een dag van de Heere der Heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots. En tegen al wat zich verheft. Opdat het vernederd worden. And indeed, culminating in verse 17. The loftiness of men shall be bowed down. And the haughtiness of men shall be humbled. And God alone will be exalted in that day. En dan zie je ook staan in vers 17, dan worden de verwaterde mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd. En de Heer alleen is ten dien dagen verheven. Not just in Isaiah chapter 2, in chapter 5 as well, in verse 15. Man is bowed down and man is humbled and the eyes of the lofty are humbled. We zien het ook staan in Jesaja 5 vers 15. Dan wordt de mens verlaagd en de man wordt vernederd. Ook worden de ogen der hoogmoedigen vernederd. And in Isaiah chapter 26, in verse 5. He has humbled them that dwell on high, the lofty city, laying it low. Laying it low, even to the ground, and bringing it even to the dust. En dan is hier dat ook staan in Jesaja 26, vers 5. Want hij heeft de woners der hoogte, der ontoegankelijke vesten neergeworpen. Hij vernedert haar tot de grond toe, doet haar tot in het stof nederstorten. This is admittedly a repeated symbolism in the Bible. The lofty, the arrogant, the prideful being brought low, being humbled. En dat is een onderwerp wat we heel vaak in de Bijbel tegenkomen, dat de trots, de arrogantie, de verhevenheid ten opzichte van almachtige God wordt verbroken en ze worden neergeworpen en ze moeten hun hoofd buigen. It's fascinating to consider that in the prophecy of Ezekiel, who may indeed well have been influenced by the prophecies of Isaiah,
Ezekiel chapter 17 likewise speaks of the symbolism of the tree that's being chopped down. En het is opmerkelijk dat ook Ezekiel, die waarschijnlijk inderdaad wel van Jesaja ook heeft geweten en zijn profetieën kon, maar ook hetzelfde beeldspraak laat zien van een boom die wordt omgehakt als een trotse ceder, zeg maar, en dat ze zullen vergaan en dat God hem te neer zal werpen. En in Ezekiel chapter 17, likewise, the conclusion. And all the trees of the field shall know that I, God, have brought down the high tree, have exalted the low tree, have dried up the green tree, and have made the dry tree to flourish. I, God, have spoken and done it. De conclusie lezen we in Ezekiel 17, vers 24. Alle bomen des velds zullen weten dat ik de Heere, de hoge boom vernederd en de nederige verhoogd heb, de sappige boom heb doen verdorren en de dorre heb doen uitspruiten. Ik de Heere heb het gesproken en ik zal het doen. And even more explicitly, in Ezekiel chapter 31, Assyria is again likened to a tree. En we zien het ook terug in Ezekiel 31, vers 3. Zie, Asher, Assyrië dus, was een ceder op de Libanon, schoon van takken. Remember in Isaiah chapter 10, verse 33, the symbolism of Assyria as the tree that has the powerful boughs that are extending and God is chopping them off as with a saw. En we lazen dat ook net inderdaad in Jesaja 10, vers 33. Zie de Heere, de Heer scharen. Houd met vervaarlijke kracht de lovenkroon af. De reizige stammen worden omgehouden en de hoge geveld. Zie je weer dat Assyrië inderdaad met de schone en een hoge boom wordt vergeleken. Maar dat hij wordt neergeslagen en zal worden geveld door de kracht van de Almachtige. In verse 34, and he shall cut down the thickets of the forest with iron, the thickets of the forest, the trees, and Lebanon, the cedars of Lebanon, shall fall by a mighty one. Vers 34, het dichte gewas van het woud houdt hij af met het ijzer, en de Libanon, zoals de ceders van de Libanon, zullen vallen door de heerlijke. And in the symbolism in Ezekiel chapter 31, the same message. We don't have time to go through the prophecy in detail, but the description of the devastation of Assyria. Maar we kunnen niet alles behandelen, maar ook in Ezekiel 31 wordt dus Assyrië weer beschreven als een boom. Truth is a completely different agenda. Maar wel met een verschillende agenda. That is in Isaiah. The prophet is telling us what is about to happen. The impending doom of Assyria. En in Jesaja wordt beschreven wat er zal gebeuren met Assyrië en hoe ze zullen worden vernietigd. Whereas in Ezekiel, it is recounting a well-known historical event. What already happened, the destruction of Assyria. En in Ezekiel is het eigenlijk al een gebeurtenis die beschreven wordt wat Assyrië is al vernietigd. In die tijd. He recounts it as a warning. En daar wordt het juist beschreven in Ezekiel dus als een waarschuwing. In chapter 31 verse 14 to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves in their stature, neither set their top among the thick or interwoven boughs. Nor that their powerful ones stand up in their height, even all that drink water. Don't pride yourselves. In lezen in Ezekiel 31 vers 14. Opdat geen boom aan het water zich meer verhoogwaardige op zijn hoogte of zijn top tot in de wolken steken. Of opdat de waterdrinkers in hun trots zich niet verbeelden in eigen kracht te kunnen staan. They are all delivered into death to the nether parts of the earth. The warning of fate of Assyria for those who come after him. Want ze zijn allen aan de dood overgegeven om naar de onderwereld te gaan.
te midden der mensenkinderen, naar hen die in de groeven zijn nedergedaald. Dus hier staat het beeld van Assyrië, dat is inderdaad is al vernietigd. En wordt het nogmaals herhaald als een waarschuwing. Verhef je niet, zodat jij ook niet wordt neergeworpen. As always, it's all about pride and arrogance being brought low. En het gaat eigenlijk altijd over trots en arrogantie, wat vernietigd of wat vernederd. And the truth is, this theme of God humbling the prideful, the arrogant, the lofty, is one we find throughout the Bible. We don't have time to cite all the examples because there are far too many. Dat is een onderwerp wat heel vaak in de Bijbel terugkomt. Dat de Heere God inderdaad de verhogende, de trotse, de arrogante zal neerwerpen en doen buigen. En dat hij juist de rechtvaardige en de nederige van hart zal oprichten en zal redden. In King David's Song of Thanksgiving, in the second book of Samuel, chapter 22, verse 28, the afflicted people you save, but your eyes are upon the haughty, that you may humble them. We zien bijvoorbeeld ook nog in 2 Samuel, vers 28 staan. Even kijken, met hoofdstuk 22, 2 Samuel 22, vers 28. Het ellendige volk verlost gij, en uw ogen zijn tegen de hoogwaardigen. Gij vernedert hen. And likewise, in Psalm 147, verse 6, God upholds the humble, he humbles the wicked down to the ground. We zien het ook staan in Psalm 147, vers 6. De Heere houdt de ootmoedigen staande, maar hij vernedert de goddelozen der aarde toe. Finally, for our purposes, last example, Proverbs chapter 29, verse 23. A man's pride shall humble him, but he that is of humble spirit shall attain to honor. Het laatste voorbeeld wat we zullen bespreken is Spreuken 29, vers 23. Een mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen. Now, this theme of humbling the arrogant is of course central to what we're reading in Isaiah chapter 10. Dus het beeld wat we nu hebben gezien en wat we hebben behandeld, wordt dus ook al beschreven in Jesaja hoofdstuk 10. The prophet makes that explicit in verse 33. The high ones of stature shall be hewn down. The lofty shall be humbled. The ones who are not humble. The ones who have pretensions of their own greatness. En Jesaja maakt dat heel erg duidelijk in vers 33 van hoofdstuk 10. Zie de heren der heerscharen houdt met vervaarlijke kracht de lovenkroon af. Dat is zeg maar de trots. De reizige stammen worden omgehouden en de hoge geveld. And in contrast to the arrogance of Assyria, we recall what we read in the second book of Chronicles, chapter 32, about King Hezekiah of Judah. En wat hier wordt beschreven over de hoogmoedigen en de trotsen en de arroganten, lezen we het verschil in 2 Kronieken, hoofdstuk 32. In verse 24, in those days, and the context means in the days, at the same time that this battle is taking place with Assyria. En in Kronieken lezen we dan het verhaal van Hiskia en dan staat er aan het begin van vers 24, in die dagen, en dat duidt dus op de dagen dat de oorlog nog volop woedde. In those days, Hezekiah was sick even unto death, and he prayed unto God, and he spoke to him, and gave him a sign. In die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek, toen bad hij tot God, en hij sprak tot hem, en gaf hem een wonderteken. Verse 25, but Hezekiah rendered not according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. Therefore there was wrath upon him and upon Judah and Jerusalem. We lezen dan in vers 25, maar Hezekiah schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen, want hij werd hoogmoedig, zodat de toorn kwam te rusten op hem. But unlike Assyria, verse 26, notwithstanding Hezekiah humbled himself for the pride of his heart, both he and the inhabitants of Jerusalem. So the wrath of God came not upon them in the days of Hezekiah. En dan lezen we verder in vers 26. Dus de toorn kwam ook liggen, ik vergat dat te lezen, ook op Juda en Jeruzalem. Toen verootmoedigde Hezekiah zich over zijn hoogmoed, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de toorn des Heeren niet over hen kwam in de dagen van Hezekiah.
So we do read about Hezekiah's heart being lifted up, and maybe that was part of the reason that he was not deemed worthy to be the heralded Messiah to redeem the world for all eternity. En misschien is dat inderdaad een gegeven. Hij was een afschaduwing van de Messias, maar niet helemaal de Messias, want zijn hart werd trots en hij had de hoogmoed in zich. Dus hij verhefte zich tegen de Almachtige. Dus dat is, daarom is hij dus niet de Messias. Well, that's of course all on the one hand, but on the other hand, he did humble himself for the pride of his heart. Maar aan de andere kant lezen we wel weer dat hij zich verootmoedigde ten opzichte van de Heere God, juist om zijn hoogmoed in zijn eigen hart. So Jerusalem was saved. Maar gelukkig werd toen wel Jeruzalem gered. And we've seen the words of Isaiah in chapter 37 in promising in God's name to King Hezekiah that indeed the virgin daughter of Zion has despised you and laughed you to scorn, Assyria. The daughter of Jerusalem has shaken her head at you. You thought you were shaking your hand derisively at Jerusalem. The daughter of Zion shakes her head at you because you will be destroyed. En we lezen verder. We kijken even naar Jesaja 37, vers 21. Dus net lazen we inderdaad dat Assyrië inderdaad al klaar staat om Jeruzalem misschien in te nemen, vol trots. En dan zie je in 21 en 22 zou staan. Toen stond Jesaja, de zoon van Amoos, tot Hiskia deze boodschap. Zo zegt de Heere, de God van Israël, daar gij tot mij gebeden hebt betreffende Sanherib, de koning van Assur, dus het gaat om dezelfde tijd. Dit is het woord dat de Heere over hem gespreekt. Zij veracht u, zij bespot u. De jongvrouw, de dochter Sion, ze schudt het hoofd achter u. De dochter van Jeruzalem. Dus ook al staan ze hebben ze Jeruzalem in het zicht. Dit is de boodschap van de Heer die dat Jesaja tot Hiskia wordt gesproken. In verse 31, and the remnant that has escaped the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. En dan zien we in vers 31 staan, immers wat van het huis van Juda ontkomen is, wat over is, dat zal opnieuw naar beneden wortel schieten en naar boven vrucht dragen. For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and out of Mount Zion they that shall escape. The zeal of the God of hosts shall perform this. Vers 32. Want van Jeruzalem zal een overblijfsel uitgaan, en van de berg Sion wat ontkomen zal, de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. And what of Assyria? En wat gebeurt er met Assyrië? Verse 33. He shall not come into this city, nor shoot an arrow there. Neither shall he come before it with a shield, nor cast a mound against it. Vers 33 lezen we wat er met Assyrië gebeurde. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen. Hij zal geen pijl daarin schieten, geen schild daarin opheffen en geen wal daartegen opwerpen. By the way that he came, by the same shall he return, and he shall not come unto the city, says God. Vers 34, langs de weg die hij gekomen is, zal hij terugkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen, luidt het woord des Heren. For I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake. En ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen, om mijnentwil en ter wille van mijn knecht David. And what happened? En wat gebeurde er toen? In verse 36, the angel of God went forth and smote in the camp of the Assyrians 185,000. And when men arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. And Jerusalem was saved. En vers 36 lezen we dat. Toen ging de engel des Heeren uit en sloeg in het leger van Assyrië 185,000 man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij waren allen lijken. Now we stress, this is the context. This is the end of chapter 10.
Dus dit is inderdaad het einde van hoofdstuk 10 wat we hebben gelezen. And of course, we'll stress again the symbolism of the forest, the symbolism of the trees that are chopped down because of their arrogance. That's the fate of Assyria. En hier zie je dus ook inderdaad het beeld staan van de bossen die worden neergehouden door hun arrogantie en hun trots. Die worden allemaal geveld. And in contrast, there shall come forth a shoot out of the stock of Jesse. Stock, just the stump is there, but something's starting to grow again out of it. En dan zie je vers 11, of hoofdstuk 11, en er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï. Dus dat is ook afgehouden, maar er zal een rijsje uit voortkomen. And a twig shall grow forth out of his roots, that is, even if there's nothing, there isn't even a stump. Still, a twig is growing up out of the roots, and it's going to create a new tree. Dus er is eigenlijk niks, er is eigenlijk alleen maar een dorre boomstam, en toch zal er een rijsje, een scheut uit voortkomen, en het zal vrucht dragen. Now, the truth is the symbolism of the tree as a symbol for man is something we find in many passages in scripture. Zo, wie is dan eigenlijk de boom die is neergehouden? Wij zien het wel vaker beschreven in Gods woord. The tree casts roots down deeply beneath it and reaches upward toward heaven. En de boom is een beeld natuurlijk dat diep in de aarde is geworteld. De wortels reiken diep tot in de grond. En de boom zelf reikt tot aan hemel of richting hemel. Reaching upward to heaven could be an expression of arrogance and pride. And that's when the tree is cut down, as it was for Assyria. En zoals het beeld inderdaad van die boom is, omdat hij zich opricht of uitstrekt naar de hemel in trots en arrogantie, zo is hij dus ook neergegeld. En is het dus een beeld van Assyrië. But this promise of the shoot coming forth from the stock of Jesse is a promise that, like the tree, this stock keeps on going, keeps on growing. Maar zoals dat beeld dus inderdaad bestaat, zoals het een boom is neergehouden, maar dat er een belofte rust, dat er een scheut zal voorkomen, is het een belofte die door zal gaan. It's interesting to note that the symbolism of the shoot coming forth, the plant, is one that reappears in Jeremiah much later, twice, and much, much later in Zechariah in the Second Temple. Want dat beeld is inderdaad dat er een scheut zal voortkomen, wordt hier dus al genoemd in Jesaja. Veel later wordt hij genoemd, ook twee keer zelfs, in Jeremia. En nog weer later wordt hij ook genoemd in het boek van Zechariah. In Jeremiah chapter 23, verse 5, behold, the days come, says God, that I will raise unto David a righteous shoot. We lezen in Jeremia 23, vers 5, zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit of scheut zal verwekken. And just as in Isaiah chapter 11, this shoot is the king, and the spirit of God shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of God. En ook hierin wordt beschreven, verder, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Dus het is hetzelfde hoe die wordt beschreven als in Jesaja. En in verses 3, 4 and 5, we read of the righteous judgments of this king. That is, he shall be animated by fear of God. He shall not judge after the sight of his eyes, nor reprove after the hearing of his ears. We zijn weer terug in Jesaja 11, vers 2 en 3. Ik las nog een stukje van Jeremia, daar werd het ook beschreven. Dus zo duidelijk is Gods woord. En op hem rust de geest der wijze. De geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn ogen oren horen.
So Jeremiah speaks of this shoot, that he shall reign as king and prosper and shall execute justice and righteousness in the land. En ik was inderdaad zo direct nog in Jeremia 23 vers 5, want daar was dus ook gesproken over een koning die zal verstandig handelen en regeren, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Who is he? En wie is dat? We don't know. We weten het niet. Obviously, he was not the king in the time that Jeremiah is saying these words, King Zedekiah, who was not a righteous king. Het lijkt erop dat het niet gaat over koning Hiskia, want hij was niet een rechtvaardige koning. But there will be such a king. In his days, Judah will be saved and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called God is our righteousness. En in vers 6. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen. De Heere, onze gerechtigheid. And similarly, in Jeremiah chapter 33, we read in verse 15. In those days and at that time will I cause a shoot of righteousness to grow up unto David. And he shall execute justice and righteousness in the land. Almost exactly the same words as we saw in chapter 23, verse 5. En als je kijkt naar Jeremia 33, vers 14. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik het goede woord in vervulling zal doen gaan, en dat ik er over het huis van Israël en het huis van Juda gesproken heb. In die dagen, dus het staat bij ons in 15, zal ik aan David een spruit der gerechtigheid doen ontspruiten. Het is precies dezelfde beschrijving die Jesaja ook gebruikt. And likewise, again, in those days shall Judah be saved and Jerusalem shall dwell safely. Dan zien we in vers 16. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem veilig wonen. Ironically, the same name, God is our righteousness, appears, but here it's the name of the city. En dat is opmerkelijk, want het is een beeld, dat zo staat er geschreven. En zo zal men het noemen, de Heere, onze gerechtigheid. Zo net werd dat genoemd van de koning, en nu wordt het gezegd van de stad. And maybe the message of describing the king as a shoot, growing up, is what we see in verse 17. For thus says God, there shall not be cut off unto David a man to sit upon the throne of the house of Israel. En in vers 17 zien we dus inderdaad dat er een belofte ligt en dat die scheut ook zal doorgroeien. Want zo zegt de Heere, Heere, nimmer zal het David ontbreken aan een man die op de troon van het huis Israëls gezeten is. And likewise, verse 22, as the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David, my servant, and the Levites that minister unto me. Vers 22, zoals het Heer des hemels niet geteld en het zand ter zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal ik maken het nageslacht van mijn knecht David. On a personal note, I feel compelled to share with you that we know that on at least one branch we are descendants from King David. En hij moet natuurlijk wel een opmerking maken, want we hebben natuurlijk, zij zijn natuurlijk wel afstammelingen van koning David, maar we hebben niet een rechtvaardige, we kunnen niet iemand nu aanwijzen als afstammeling van. But returning to the theme of shoot in Zechariah again, we see, I will bring forth my servant, the shoot. In the forewarning to Joshua, the high priest. Maar we zien ook die belofte doortrekken in Zachariah 3, vers, even kijken, 8. Ja. Hoor toch, gij hoge priester Joshua, gij en uw gezellen die voor u zitten, zij zijn immers mannen die wonderteken dienen. Voorwaar, zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Weer precies dezelfde belofte dat het door zal gaan. Who is my servant, the shoot, in Zechariah? Wie is mijn knecht, de spruit, in Zechariah? Well, that becomes clear, especially in Zechariah chapter 6, where we read in verse 12, behold, a man whose name is the shoot, and who shall shoot up out of his place and build the temple of God.
En wij, het wordt uitgelegd in Zacharias 6 vers 12. Zo zegt de Heere der Scharen, zie een man wiens naam is Spruit. In verse 13, even he shall build the temple of God and he shall bear the majesty and sit and rule upon his throne. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heeren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. There's only one person whom Zechariah could possibly be describing here, and that is Zerubbabel. En de enige persoon die hiervoor in aanmerking komt om te worden beschreven is Zerubbabel. Zerubbabel, who sat on the throne of king, even though he was not an independent king, he was subservient to Persia, but he still sat on the throne of his father David. Zerubbabel was niet echt een koning, maar hij was zeg maar wel in die, want ze beheersten natuurlijk nog steeds onder Babel, maar hij werd toch als een hoge geplaatste, werd hij daarin geëerd. Hij was een afstammeling van koning David en had hij dus toch een leidende rol. And the priest who is on his throne and who has peace with him is the priest Joshua. En hij zal priester zijn op zijn troon. En die priester, dat is natuurlijk Joshua. So this imagery of the shoot coming forth from the stock of Jesse. Dus die spruit die zal voortkomen uit de tronk van Isaïe. On the one hand, in the time of Isaiah, the king Hezekiah. Dus aan de ene kant zien we natuurlijk daarin natuurlijk koning Hiskia. But that wasn't entirely fulfilled in Hezekiah. As a result, it still awaits being fulfilled. Maar het was deels vervuld in Hiskia. Dus het wacht nog op een volledige vervulling. So Jeremiah in chapters 23 and 33 speaks of the shoot from the stock of David. Maar ook Jeremia beschrijft dus inderdaad over een spruit of een loot die zal voorkomen uit Davids geslacht. But it still isn't fulfilled. Certainly not the kings whom Jeremiah knew were worthy of its fulfillment through them. Maar ook toen, in die tijd, is het niet vervuld. Ook in de koningen die toen leefden, in Jeremia's tijd, is het ten dele vervuld, maar niet volledig. So from Jeremiah, it still awaits being fulfilled. Dus vanuit de tijd van Jeremia wachten we nog steeds op een volledige vervulling. And then in Zechariah, it refers, on the one hand, to Zerubbabel. En in Zechariah wordt het dus weer genoemd, en dan kunnen we natuurlijk daarin herkennen, Zerubbabel. So is it finally fulfilled in its entirety through Zerubbabel? Maar is het helemaal vervuld in de persoon van Zerubbabel? Still not, because again, not all Israel returned as they should have. En inderdaad, het is niet volledig vervuld, want volledig Israël is toen de tijd nog niet teruggekeerd. And so these words are a prophecy for the coming of the Messiah, because they will be fulfilled in their entirety. En daarom zijn deze beloften en deze dat gaat natuurlijk ook over de komst van de Messias. Want in die, in zijn tijd, zullen al die beloften waarheid worden. En dan wordt het helemaal vervuld. Now then we read the rousing words of the next section. The description of the peaceful world. En dan zal ook plaatsgeven wat wordt beschreven als het vrederijk inderdaad. This is immediately on the heels of the righteousness of this king. En dit heeft natuurlijk te doen met de rechtvaardigheid van deze koning. From verse 6, the wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf, and the young lion, and the fatling together, and a little child shall lead them. We zijn weer terug in Jesaja 11, vers 6. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren, en de panter zal nederliggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw, en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden. And the cow and the bear shall graze, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like cattle. De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund. In verse 8,
And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the basilisk's den. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen, en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten, op gans mijn heilige berg. In almost the same motifs in Isaiah chapter 65, where we read clearly here about the world of the future, when they build homes and inhabit them and plant vineyards and eat their fruit. En ook in Jesaja 65, vers 21, zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. In verse 25, the wolf and the lamb shall graze together, and the lion shall eat straw like cattle, and dust shall be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Exactly the same words as he uses in chapter 11. In verse 9. En dan vers 25. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund en de slang zal stof tot spijzen hebben. Zij zullen geen kwaad nog verwerf doen, stichten op mijn gans, mijn heilige berg, zegt de Heere. Dit is precies hetzelfde wat Jesaja dus noemt in hoofdstuk 11. But what does this mean? Maar wat is de betekenis? Does it mean that the animal kingdom will actually change? Wil het zeggen dat de koning en inderdaad ook de dieren zal veranderen? We read in Hosea chapter 2 verse 20. We lezen in Hosea 2 vers 20. And in that day I will make a covenant for them with the beasts of the field and with the fowls of heaven and with the creepy things of the ground. And I will break the bow and the sword and the battle out of the land and will make them to lie down safely. En het zal ten dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, luidt het woord des Heren. Ik zal de hemel verhoren en die zal het aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren en die zullen samen Israël verhoren. So on the one hand, there is a description here, again, of the peaceful world of animals. But when it's combined with breaking the sword, the battle, out of the land, is it perhaps all a symbol? A symbol of the wicked ceasing? A symbol of nations that are violent towards one another, that prey on one another, living in peace and harmony? Maar het kan natuurlijk een symboliek zijn, inderdaad, dat de dieren inderdaad voor een natie staan, dat ze nu elkaar nog opeten en vechten met elkaar en dat het straks niet meer zo zijn. Well, it could be a symbol, and indeed we remember that we saw these words in Isaiah chapter 2, that in verse 4, God judges between the nations and decides, reproves many people. They beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not live a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Want ook in Jesaja 2, vers 4 wordt het zo genoemd dat machtige naties niet meer tot elkaar zullen optrekken en ploegscharen zullen worden omgesmeed en speren tot snoeimessen. Geen volk zal geen ander volk het zwaard meer opheffen. Dus dat kan een symboliek zijn. So maybe it means on a very basic plane, a symbol for a world at peace. Dus het kan een symbool zijn voor een wereldrijk van totale vrede. There is that approach, but it could also actually mean that we're returning to the starting point of the world. Het is natuurlijk een benadering om deze tekst zo te lezen, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat wij terugkijken. Het is ook weer een betekenis dat we teruggaan naar hoe de wereld begon. In Genesis chapter 1, from verse 28, God creates man and tells him that man will have dominion over all living things. Want in Genesis lezen we, Genesis 1, dat God, dat is bij ons 26, dat de mensen zullen heersen over alles wat op deze aarde is. But everyone, both man and animal, eat only vegetation. Maar op dat ogenblik, inderdaad, mensen, maar ook de dieren, eten alleen nog maar plantaardig voedsel. So
So perhaps when the world is ready, we'll really be going back to that pristine world before anything got in the way. Dus misschien inderdaad, als dit allemaal werkelijkheid wordt, gaan wij terug zoals het ook in het begin is geweest. What in any case is the crucial basis of this, returning to Isaiah chapter 11, the second half of verse 9, is they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth will be full of knowledge of God as the waters cover the seabed. Dan lezen we in Jesaja 9, vers 11, vers 9, het tweede gedeelte. Hoe kan het dan gestaan en wat zal er gebeuren? Maar de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. This must be the essential message which is one of knowledge of God. Dat is de essentiële boodschap waar het hier om gaat. Dat is de kennis des Heren. In Hosea chapter 2, after reading of the covenant with the beasts of the field and the fowls in the heaven, we read in verses 21 and 22, I will betroth you unto me forever. I will betroth you to me in righteousness and in justice and in loving kindness and in compassion. I will betroth you to me in faithfulness and you will know God. En ook wordt dat dus genoemd inderdaad, wat we net ook al hebben gelezen, dat daar ook wordt genoemd. En de profeet, wat Hosea benoemt ook, dat zij zullen weten wie God is. Het precies hetzelfde woord wordt daar genoemd. En in Isaiah chapter 2, likewise, the verse preceding their beating their swords into plowshares, as we've discussed on many occasions, is all the people's saying, out of Zion goes forth Torah, teaching, and the word of God from Jerusalem. Let him teach us his ways, and we will walk in his paths. We want to know God. We zien het ook staan in Jesaja hoofdstuk 2, vers 3. Vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. And want uit Sion zal de wet uitgaan, of de onderwijzing uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. And that, after all, is always the focus. That in that world of the future, there is the knowledge of God. As expressed in Jeremiah chapter 24, verse 7, I will give them a heart to know me, that I am God, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Ook in Jeremia wordt dat inderdaad genoemd. Dat is dus inderdaad de focus van de toekomstige wereld. Dat zij God zullen kennen, omdat God hun hart heeft veranderd. And likewise, as we've noted on previous occasions, in Jeremiah chapter 31, in verses 32 and 33, God says, I will put my Torah, my teaching, in their midst, and in their heart will I write it. And I will be their God and they will be my people. En dat wordt natuurlijk ook herhaald in Jeremia 31. Dat hebben we al in het verleden ook vaak genoeg behandeld. Dat God inderdaad in het midden van zijn volk zal wonen. Zij hebben zich volledig tot hem bekeerd. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Verse 33. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know God, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, says God. Vers 34. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. Kent de Heere, want zij zullen, allen zullen zij mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen luidt het woord des Heeren. And in almost exactly the same words as Isaiah chapter 11, verse 9 in Habakkuk, chapter 2, verse 14, after, indeed, God metes out the just deserts of the wicked, the earth will be filled with knowledge of the glory of God as the waters cover the seabed. In Habakkuk 2 lezen we hetzelfde, vers 14, maar de aarde zal vol worden van de kennis des van des Heeren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. This is the goal. Dit is het doel. This is that process that begins in
the last part of chapter 10 with the destruction of the arrogance, the pride of Assyria. Dit is het doel wat begint met de vernietiging van Assyrië, van hun trots en van hun hoogmoed. That continues with the righteous king who rises out of the stock of Jesse. Wat zal voortgaan met de spruit die zal voortkomen uit de tronk van Isaï. That flourishes in that king's righteous judgment. En die koning zal een rechtvaardige koning zijn. That is expressed in a world that is at peace, even with a description of the animal kingdom at peace. En hij alleen is dus gerechtigheid. Hij zal dat ook leren. En ook de hele, het hele vrederijk wat er dan straks zal zijn in de toekomstige wereld, brengt vrede en gerechtigheid ook tussen de dieren onderling en de mensen met de dieren. But this is the culmination. For the earth will be full of knowledge of God as the waters cover the seabed. Dit is het fundament. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de zee de wateren, de zee de bodem bedekt. Now what does this mean? Maar wat wil dat zeggen? We've noted many times, God obviously doesn't need us to know him. He doesn't get something out of it for himself. It's all for us. En we hebben het vaak genoeg behandeld. De Heere God heeft ons niet nodig. Maar de Heere doet het in een almachtige goedheid ter ere van ons. God, after all, to us, is the source of absolute truth, absolute goodness, absolute righteousness, absolute justice. Knowing God is coming closer to all these. Het kennen van de Almachtige brengt ons dichter bij de Heere God. En God is de bron van alle waarheid, van alle gerechtigheid, van alle goedheid, van alle genade. And ultimately, it's on that note that we conclude with the message of Jeremiah chapter 9, verses 22 and 23. En om dat in gedachten te houden, kunnen we concluderen en dit besluiten met Jeremia 9, vers 23. In verse 22, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Wij lezen in Jeremia 9, vers 23, zo zegt de Heer, de wijze roemen niet op zijn wijsheid en de sterke roemen niet op zijn kracht, de rijke roemen niet op zijn rijkdom. That's precisely the arrogance, the loftiness of Assyria. Dat is nu net de rijkdom, de trots, de hooghartigheid van Assyrië. Remember all the words of blasphemous pretentiousness of Sennacherib in sending emissaries to boast how he has conquered everyone and everything and every god. Het herinner je inderdaad hoe zij schelden en tieren en hoe zij tekeer gingen, zeg maar, hoe ze Gods naam ook aanvielen. Rather in chapter 9 of Jeremiah verse 23, let him who glorifies glorify in this, that he understands and knows me, that I am God, who does kindness, justice, and righteousness in the earth. For these I desire, says God. Vers 24, maar wie roemen wil, roemen hierin, dat hij verstand heeft en mij kent, dat ik de Heere ben, die gerechtigheid, recht en gerechtigheid op aarde doe. Want daarin heb ik welbehagen, luidt het woord des Heeren. When you love God, when you come to know God, you follow in his ways in doing kindness, justice, and righteousness in the earth, because these God desires. En als je God hebt leren kennen en God wil dienen, dan ga je dat ook automatisch doen. Hetzelfde wat de Heere God behagen in heeft. Dan doe je goede tierenheid, recht en gerechtigheid, heb jij ook lief. Want je wil God graag dienen. En dat zijn de dingen die hem groot maken. Isaiah gives us in chapters 10 and 11 a glimpse of a world in cataclysm. A world in the throes of being entirely overthrown. But in the throes of coming to its ultimate salvation. En in
Jesaja hebben we dus een blik gezien op een wereld die inderdaad zwaar onder vuur lag door het Assyrische Rijk en oorlog was, maar bijna ook ten onder ging. En toch, door dat alles heen, krijgen we een blik te zien op een wereld die gaat komen, dwars door die barensweeën heen, een wereld van verlossing en van recht en gerechtigheid. When we read his words and learn his message, we rededicate ourselves. We appreciate our responsibility as God has given it to us to ready ourselves and ready the world for that blessed day. Als wij inderdaad Jesaja bestuderen en wij ons willen toewijden op het dienen van de Heere God, dan gaan wij ook ons voorbereiden op de dag dat dit bewaarheid zal worden. It's not here yet. Hezekiah was not the Messiah. Het is nog niet hier. Hezekiah was niet de Messias. But with everything that we do to rededicate ourselves to heeding these words, the day comes ever closer. Maar als wij ons toewijden aan de Heere God en wij ook doen wat Hij van ons vraagt, dan wordt de wereld natuurlijk een stukje mooier, maar dan komen we ook steeds dichterbij de wereld en de dag die gaat komen dat de Messias zal komen. That blessed day. De gezegende dag. May we see it speedily. Dat wij die gezegende dag heel spoedig mogen waarnemen. God bless you. God zegent jullie allemaal.